Ik ga in gesprek met Johan Keeman. Hij is singer-songwriter, woont hier in Wervershoofd. En hij is tegen het gebruik van de coronapas, de QR-code, met als resultaat dat hij bepaalde optredens in de regio in deze periode heeft afgezegd. Niet alleen dat, hij zit ook in de begeleidingsband van Marianne Lichthart, waar hij dus nu ook niet speelt. Ja, hoe moeilijk is het om zo'n beslissing te maken, terwijl andere muzikanten wel willen optreden? Ja, of je het nou met hem eens bent of niet, ja, ik denk, we moeten toch in gesprek blijven. Hoe hou je zo vast aan die waarheden en aan die principes dat je zo'n beslissing maakt die gevolgen heeft voor, ja, misschien wel bevriende muzikanten? Ik ga het hem vragen. Zaterdag zou ik in het kerkhuis spelen in Spanbroek. Die heb ik zelf afgezegd om de reden dat daar toegang met een QR-code vereist is. Ik vind het niet oké dat je moet aantonen dat je gezond bent. En ik denk dat we elkaar daarop moeten vertrouwen dat we onze verantwoordelijkheid nemen. Dat als jij je niet goed voelt, dat je thuis blijft, dat je dan niet ergens naartoe gaat. Ik wil heel graag spelen uiteraard, maar voor mij gaat het te ver om tegen mijn principes in dan maar te spelen en dan maar eraan mee te doen. Ik had dat concert willen doen onder de voorwaarden van dan maar minder publiek. Zoals we dat eerder deden, de stoelen wat uit elkaar en dan maar op die manier. Maar ja, ook het feit dat dat dus niet mag, dat dat verboden wordt, ja, dat, ja, jammer. Je hebt optredens afgezegd die je als frontman zou doen, maar je hebt ook in een begeleidingsband zou je optredens hebben. Ja. Dan is de keuze misschien nog anders, omdat je in een team meespeelt. Ja. Ja. Was dat lastig om die beslissing te maken? Wel en niet. Wat ik zeg, dat mijn principes zo ver gaan dat ik er niet aan mee wil doen. Dat maakt het dat de keuze niet moeilijk was. Dat je mensen in de steek laat. Ik heb wel mensen opgebeld en gezegd, sorry, ik ben er niet bij en ik hang op. En ik heb daar wel een paar tranen om gelaten, ja. Ja, je laat mensen in de steek en ondanks dat ze zeggen dat er begrip voor is, dat geloof ik. Maar we denken niet hetzelfde, want anders dan had de ander dat ook niet gedaan. Of dus daar kijken we iets anders tegenaan. Dus is het altijd pas als we echt hetzelfde denken, dan snap je het echt van ja, begrijp die keuze. En, dus dat maakt het heel moeilijk. Maar heb je ook gedacht aan dat misschien een beslissing die je nu neemt gevolgen kan hebben voor hoe je de komende maanden misschien wel samenwerkt met andere muzikanten? Ik ben onder andere Marianne Lichthart, waar ik mee speelde, daar heb ik gebeld en haar gebeld en gezegd van dat ik er niet bij wil zijn bij het optreden in het park 5 november. En die beslissing heeft inderdaad gevolgen gehad. En ja, het is niet vreemd dat dan inderdaad mijn plek wordt overgenomen door iemand anders. Dat vind ik heel jammer, maar ik ben ervan overtuigd. Voor mezelf sta ik met de dag meer achter die keuze nog. Door alles wat er gebeurt.
Natuurlijk staat het staat altijd tussen je in. Dat het, als je er anders over denkt en als je die keuze hebt gemaakt, dan is dat altijd moeilijk. Dan is dat altijd, dat doet iets met vriendschap. En met, maar ik hoop dat we daar, en dat heeft wat tijd nodig, maar ik hoop dat we daar overheen kunnen stappen. Er is een flinke tweedeling. En die je dus misschien ook wel ziet in bands of in vriendschappen, zoals jij ze noemt. Ja. Is daar een oplossing voor? Dat is een, dat is een moeilijk iets. Want dat, ja, dat maak ik dus ook omheen, maak ik dat ook mee. Het is heel moeilijk om, en dat heb ik gemerkt ook. En dat is iets wat je dus ja, niet moet willen of niet moet proberen om mensen te overtuigen eigenlijk. Ik kan met dingen aankomen, als jij er niet voor opensta, dan kan ik je zoveel dingen sturen, maar dan gaat dat niet. En dat weet ik ook niet hoe dat bij mij is gegaan, dat ik dus inderdaad... Dat kan je niet opgedrongen worden. Wat zou voor jou nou een oplossing zijn dat jij wel weer op dat podium stapt? Daar ben ik een beetje mee bezig. Om te kijken wat er mogelijk is. Maar ik verwacht dat dat in hele kleine kringen zal gebeuren. In huiskamerconcerten en... dat soort dingen. En ik verwacht ook dat er best een groep is die je daarmee een groot plezier doet.